Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, laatste weekje vakantie, helaas. Maar er moet natuurlijk nog wel even een vlogje komen. En ik ben afgelopen week natuurlijk lekker vakantie lopen vieren. Maar ik ben ook nog even naar een platenzaakje geweest waar ik al zo'n jaar, anderhalf jaar niet geweest was. Dus ik dacht van, nou, wordt wel weer eens tijd. Ik heb er nou weer eens een keer de tijd voor. En daar ben ik met iets meer teruggekomen dan dat de bedoeling was. Maar wel weer met leuk spul. Dus ik denk van, laat ik dat aan jullie zien. De eerste is hier een plaat van de Trans Love Airlines. Ken ik eerst ook niet, maar het is Nederlandstalig. Het is rauwe garage rock. Eigenlijk heel erg lekker. Ik vind af en toe de zanger iets wat moeilijker te verstaan. Maar het was, ik kwam ergens uit Tilburg of Limburg in ieder geval. Dus dat zou ermee te maken kunnen hebben. En dit is iemand die doet wat ik eigenlijk ook doe, alleen dan op wat professionele vlak. Iemand die gewoon zijn eigen muziek maakt, heeft zijn eigen studio en onder zijn eigen alias dan brengt hij dit soort plaatjes uit. Dus wel leuk, nog niet in ieder geval gehoord, maar klonk erg goed. Dit gezelschap was mij niet onbekend, de Green Hornet. Ook een Nederlandse band, het is geen, niet Nederlandstalig, het is gewoon in het Engels. Maar het is wel een Nederlandse band en die altijd maar moeite heeft een beetje voet aan de grond te krijgen hier bij ons in de muziekwereld. Wat jammer is, want ze zijn verrekte goed. Dit is ook weer rauwe garage rock van eigen bodem en aan iedereen aan te raden. Nee, wat hebben we hier nog? Torment. En Torment, dat zijn zoals ik al zie mannen met kuifjes. Dit is dan ook een Engelse psychobilly groep. En ik heb wel redelijk wat psychobilly in de kast staan hier. Maar van Torment heb ik eigenlijk alleen nog maar een maxi-single. En ik draai eigenlijk nooit maxi-singles. Dat moet je de hele tijd zo heen weer lopen naar de platen spelen. Dus toen ik daadwerkelijk een LP'tje van hun zag liggen, denk ik van, nou, die pikken we toch even mee. Hier hebben we, moet ik even lezen, John's Schooley and his one-man band. En nou, toen ik dat hier zo zag zitten, denk ik van ja, dit kan alle kanten uitgaan. Maar dan kom je weer op het vlak van wat voor label is het. En dan zien we hier alweer Food Rhythm Records. En dat is van onze Zwitserse vriend Reverend Beatman. En eigenlijk alles wat die man op zijn label uitbrengt is rauw, raar. Maar op de goede wijze zo gezegd. Dus dat is eigenlijk weer zo'n label waar ik redelijk blind plaatjes van weg kan trekken. En zo ook deze dan meegenomen. Nou, dit is geen onbekende. Tenminste, als het goed is, ook weer een Nederlandse band. Peter Pan Speedrock. Volgens mij doen ze net als Batmobile alleen nog maar af en toe gewoon een optreden voor de leuk. Maar zijn ze niet heel erg actief meer. Hier zit straks wel een andere plaat tussen met, waarvan je een ander project weer van hun kan zien. Maar een van Nederlands lekkerste rauwe rock'n'roll bandjes. En... als je het niet kent, zou ik zeggen, ga het eens een keer luisteren. Want het is verrekte goed en lekker oppeppend. Deze zocht ik al een hele poos. Heb ik al jaren en dag op cd. Dit is een van mijn favoriete NoFX platen. So Long and Thanks for All the Shoes. En nou, je ziet het is in de kleuren van een ijsje. En ja, gewoon lekker... ja, wat is de officiële term voor? Het is niet echt, ik vind NoFX niet echt poppunk. Het is meer ska-punk dan pop, maar het is catchy. Het is snel, het is vrolijk. En wat ik al zei, dit was een van mijn favorieten. En die is volgens mij tot voor kort nog niet echt op LP verschenen. Die kwam echt uit in cd-tijdperk, zeg maar, halverwege jaren 90. Dus leuk om het nou op plaat te hebben. Om over de side projects te spreken van Peter Pan Speedrock. Dit is Speedmobile. En de naam die verklapt het misschien al een beetje. Toen ik hem opzette dacht ik al van, hey, dat de stem klinkt bekend. En de stem is van Jeroen Hamers. En Jeroen Hamers, dat is dus de gitarist en vocalist van de band Batmobile. En dit is dus een combi. Volgens mij is dit de drummer en de bassist van Peter Pan Speedrock. En de zanger van Batmobile die dan samen Speedmobile dus hebben gemaakt. Dus dat zal een beetje een combinatie wezen van beide bands. Nou, voor mij ook wat ik al zei van... Peter Pan Speedrock, Batmobile, Nederlands eerste en ook in mijn optiek beste psychobilly band. Dus dat je twee van je favoriete Nederlandse bandjes dan in één hebt. Denk ik dat het met dat plaatje wel goed gaat komen voor wat mij betreft. Depth Charge. Depth Charge, dat is weer meer een DJ. Ik weet niet of je dat zo eigenlijk kan noemen. Het zijn beats. Het wordt volgens mij omschreven als hip-hop beats, maar, maar het is zonder tekst. Er zit geen rap of zo bij. Het is meer ambient. Ambient beats, zeg maar. Maar erg leuk en ik kom niet zo vaak wat van hem tegen. Ik zag deze toevallig liggen. Dit is dan wel weer
een soort van mini-LP, EP, maxi-single. Geïnspireerd op, even kijken, Bounty Killers. Je ziet al Clint Eastwood hier op de achterkant. Dus dit is allemaal western geluiden met een beat eronder. Ja, leuk, gelukkig kwam ik toevallig. Die was niet al te gekke duur. Dat kwam ik ook nog tegen. Hier was ik wel erg blij mee. Ook Radio Birdman met een album Radios Appear. Radio Birdman, vrij vroeg punkband uit, ik meen Australië als ik het wel heb, pin me er niet op vast. Maar erg lekker album, alleen moeilijk te vinden. Ik heb hem hier toevallig in de kast, maar met een lelijke kras erop en zonder buitenhoes. Dit is een moderne herdruk, dus dan kunnen we hem eindelijk eens een keer luisteren zonder dat we naar de platenspeler moeten lopen om de naald even te verzetten. Een van mijn favoriete oldschool hardcore plaatjes van Out Cold. Two Broken Hearts Are Better Than One. Ja, de voorkant is misschien niet zo vrolijk. De muziek zelf aan zich ook niet. Het is lekker snel en agressief. Zoals we van Out Cold gewend zijn. En ik had deze al een hele poos bij hem zien liggen. Maar dan telkens als ik dan weer in zo'n winkeltje kom. Dan denk je van, oh ja, leuk. En dan heb je die op je stapel. Maar dan kom je weer andere dingen tegen. Die hebben dan op dat moment weer net even de voorkeur. Dus deze, nou, die ligt er misschien al wel 2-3 jaar zeg maar op mijn radar. En nou, ik vond, dus die dag was de dag om hem toch maar eens een keer mee te pikken. Dan hebben we nog wat lekkere stoner, metal slash rock dozer. Album van hun wat ik nog niet in de kast had. Volgens mij heb ik een stuk of twee of drie van hun. Maar deze dus nog niet. En ook weer hier Heavy Psych Sounds. Dit is weer een label wat ondergetekende gewoon met de ogen dicht kan aanschaffen. Want daar zit altijd leuk spul tussen. Dan hebben we hier eigenlijk een beetje een tweeluikje. Ik had al een album van Kiers. Dat was volgens mij een derde. Ik meen dat die band om en bij de drie langspeelplaten heb gemaakt. Dit was volgens mij de tweede of de eerste. En dit zou nog wel eens de eerste geweest kunnen zijn. Ja, een beetje die zijn in de jaren 90 eigenlijk een beetje met dat stoner gebeuren samen met Monster Magnet en dat soort bandjes. Fu Manchu was dat eigenlijk een beetje het begin van, nou ja, de stoner metal scene daarvoor. In de jaren 70 en zo had je wel een boel proto-spul om het zo te zeggen. Maar ja, die sound wat je daarvan gewend bent, zeg maar, dat begon echt een beetje mid jaren 90 met deze band, dus Kiers. Dit is volgens mij het tweede album. En de zanger hiervan, dat is dus weer de gitarist en de zanger van Queens of the Stone Age. Dit was dus het bandje waar hij daarvoor erbij zat. En dan heb je misschien ook een beetje een idee van de sound. Ja, dan had ik hier nog twee wel leuk, vond ik een interessante. Had ik er geen idee wat ik hier nou heb gekocht. Even kijken, misschien moet ik even lezen. De nieuwe album of the black metal band from Iraq for fans of Dark Throne, Craft Mayhem, bla bla bla. Nou, en dan zou je zeggen van dan hebben ze nog even in het westerse de naam erbij opgezet. Maar nee, of ik moet het gewoon niet kunnen lezen. Maar dit is dus Arabisch plaatje, een black metal band van Irak. Nou, in die regionen zijn ze volgens mij niet zo dol op dat soort dingen. Dus dat is wel ballen om dat uit te brengen natuurlijk. Tenminste, zeker als ze ook nog op locatie zitten. En dat maakte mij ook wel nieuwsgierig van, goh, hoe klinkt dat? Misschien is dat weer metal met een beetje oosterse invloeden qua zang of gitaarspel. Kunnen we altijd achterkomen. En dan tot slot hebben we hier nog, deze heb ik heel lang ook op cd al in de kast staan. Maar op plaat kom ik hem eigenlijk nooit tegen. The Dirties met You Should Be Sinning. Nou ja, dat blijkt ook wel op de voorkant. En ja, weer garage rock. Dit gezelschap komt volgens mij uit Detroit, dus Amerika, maar gewoon lekkere rauwe garage rock. Op een plaatje waarvan ik niet dacht dat ik hem op plaat zou vinden, dus dat was mooi meegenomen. En dan kan die tussen de collectie en de cd kan dan weer in de auto of op een atelier bijvoorbeeld. Dus dat was een lekkere stapel leuks wat we weer hebben weten te scoren. Wordt bewaakt door de poes, zoals u ziet. Hey poes. Zeg hij tegen de mensen. Heeft natuurlijk wel weer het een en ander gekost. Maar ja, dit is je vakantie en ik ben niet weg geweest natuurlijk. Dus dan moet je jezelf af en toe eens even verwennen. Ja, toch? Ik ga weer afsluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken. Vind je het leuk wat we hier doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij de Ambachtstraden. De Ambachtstraden. Een paar weekjes op vakantie. Ik ben er meteen al helemaal doorheen. Aan de Ambachtstraat nummer 3. Om je spullen te kopen of je spullen in te leveren aan de Oslo-kade. En ik mocht volgens mij geen 1 meer zeggen, want dat is officieel een ander bedrijf. Maar de ingang zit wel aan de Oslo-kade kant. Dus doe ermee wat je wil. In ieder geval nog hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio.